Nou, hoofdpiet, heb je de sleutel gekregen van huismeester Piet? Ja, maar natuurlijk, Sinterklaas. Nou, dan zou ik zeggen, we gaan naar binnen, hè. Oh, ik ben zo benieuwd. Heerlijk, dat gevoel om weer thuis te komen, hè, Pieter? Zeker, Sinterklaas. Komt u maar binnen, Sinterklaas. Oeh, zeg. Kijk nou eens even aan. Het ziet er weer prachtig uit. Hop, hop, hop. Wat zijn we toch bofferts, Piet, hè? Huh, ja. Dank je wel, Piet. Zo, Pieter. Wat een geweldige aankomst. Hè? Zeker. In hel. Prachtig toch weer. Al die kinderen en dan de zon erbij. Nou, het was een fantastische dag, mag ik wel zeggen. En nu zijn we dan weer in ons prachtige kasteel. Het is toch geweldig om hier te mogen logeren in de meest gastvrije stad van Nederland. Het meest fraaie kasteel, hè, Pieter? Zeker, zeker. Ja. Nou, eens even kijken. Oh ja. Piet Jan droeg hier nog naartoe, zeg. Ja, jullie kunnen niet meer naar het kasteel toe komen, hè? Want alles is uitverkocht. Ja, dat is een beetje triest natuurlijk. Maar wacht even. Op het voorterrein is nog van alles te doen. He, het theater van Sinterklaas, he, waar hele leuke voorstellingen zijn voor de kinderen. Maar ook de cadeaufabriek en de smulwinkel. En er rijdt nog een heuse Sinterklaas-express-trein door de stad. He. Dus je kunt eigenlijk nog best wel komen, want er is nog heel veel te zien. Maar ik bedenk me nu iets heel leuks. Voor die kinderen uit Helmond die een leuke foto gemaakt hebben hier in Helmond, is er nog een kansje om naar het kasteel te komen. Ja, Pieter, ja. Plaats jouw foto van de afgelopen dagen in Helmond even onder dit bericht. Dan maak jij kans om hier naar het mooiste kasteel van Sinterklaas te komen in Nederland. Nou, even goed nadenken, even op zoek gaan en wellicht zie ik jou dan nog hier in dit mooie kasteel. Zo, Pieter. En nu aan de slag, hè? Even denken, de pepernoten, zijn ze geteld? Nee. Nee? De cadeautjes, zijn die gesorteerd? Nee, Sinterklaas. Nee, Sinterklaas. Nou, Pietje had door hier nog aan toe, zeg. Nou, aan de slag dan, Pieter, hè? En snel een beetje, zeg. Hè, toch?